Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van en geen financieel advies. We gaan kijken naar de koersen natuurlijk voor deze week en wat er allemaal op de planning staat. Staat de dollar op het punt om een reversal te geven? Gaat Bitcoin daar de pumpen? We gaan het bekijken in de grafieken. En vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En druk daarbij op het belicoontje. Dan krijg je een melding wanneer de nieuwe video er is. En laten we kijken of die likes naar de 500 weer kunnen halen jongens. De all-time highs. Goed, en pas op voor de spammers en scammers in de comments. En vandaag is het 24 oktober. En zoals we eigenlijk al weken hebben, zitten we nog steeds in extreme fear. En voordat we naar de koersen gaan en de nieuwtjes, eerst nog even dit. Ja, ik voel me gewoon heel trots, dus dat wil ik eigenlijk ook gewoon delen. He, Shanti, die heeft de... de Cursus 2 gedaan. Eerste short gepakt. Meteen een mooie uh, mooi resultaat eruit. Dus dat is heel tof om te zien. En ook de dienst Crypto Parels. die ik een paar weken geleden heb gelanceerd. ergens in het midden van de video. Uh, zie je de reclame. en ook in de eerste uh, uh, comment onder de video. en in de video beschrijving. Maar de Crypto Parels. dat zijn de munten waarvan ik verwacht dat ze. 50 tot 100 keer kunnen doen. Een van de Crypto Parels. die heeft al een airdrop gedaan. En dat heeft zo'n 1100 tot 1500 dollar al opgeleverd. En daar heb je eigenlijk niks voor hoeven doen. Um, dus dat is heel tof om te zien. Dus dat cursusgeld daarvan die is er al uit. Dus dat is top. Maar goed, door naar de uh, updates. Uh, dus dit is de update van vandaag. Uh, je kunt hem even lezen. Ik ga het zo direct ook in de grafieken bespreken. Dat is wat er dagelijks gebeurt in de Premium Discord groep. Wat ik in ieder geval. Uh, wil laten zien is het volgende want het is earnings seizoen en dit is een belangrijkere week uh, waarom omdat de vijf grootste ja, bedrijven of vijf van de grootste bedrijven ter wereld die laten zien wat zij hebben verdiend en dit zal een beweging kunnen geven in de markten Dinsdag hebben we in ieder geval Google, Microsoft en Spotify. Woensdag hebben we Meta, oftewel de, uh, Facebook. En donderdag Epson en Apple. En in mijn ogen zijn dat ook de belangrijkste, want dat zijn ook de twee grootste eigenlijk. In ieder geval Apple is de grootste. Ik weet eigenlijk niet meer waar Amazon staat op dit moment. Maar in ieder geval, dit zou zeker de, uh, ja, een invloed kunnen hebben op de koersen. En aan het eind van de week hebben we Core PCE. En dit is iets waar de Fed dus naar kijkt um, wat uh, op dit moment staat er in ieder geval dat het hoger is, um, in ieder geval qua verwachtingen dan de maand hiervoor. Dus dat zou in principe bearish moeten zijn voor de koersen. En dat is ook op vrijdag, dat uh, zien we hier in de kalender. Hè? Dus vrijdag om 14.30 uur zien we dus dat de core PCI-cijfers naar buiten komen. En vrijdag is dus vaak ook een DWIS-dag. En daar zien we vaak. Dus ook rode cijfers. Niet elke vrijdag, net zoals uh, afgelopen vrijdag bijvoorbeeld, zagen we een ene keer groen. En dat was dus omdat er verwacht wordt dat de Fed een pivot gaat geven. En de pivot betekent dus dat ze de rente gaan pauzeren, de verhoging in ieder geval, of zelfs verlagen. Um, want dit nieuwtje kwam naar buiten en uh, daar zeggen ze dus, de uh, Fed officials gaan misschien debatteren over de uh, rates. Uh, gaan ze die rentes blijven verhogen of moeten ze het langzamer doen? En het gaat er vooral om, om het langzamer op dit moment, want dat is gewoon een teken, of tenminste een eerste teken voor een Fed pivot. Zo wordt dat in ieder geval gezien door de markten en de markten die uh, waren ook erg groen daardoor. De vraag is natuurlijk, is er op macroniveau echt iets veranderd? Is de inflatie echt naar beneden gegaan? Of is die hè, net gepiekt en zitten we nog steeds rond hetzelfde niveau? Oftewel, moet de Fed nog veel doen om die, die inflatie omlaag te halen? Nou, in mijn ogen is dat dus wel zo. Hè, we zitten nog steeds op de 8,5% uit mijn hoofd. En de target rate wat de Fed wil is 2%. En daar zit het nog heel ver vandaan. Dus in mijn ogen is het meer een... Um, ja, eigenlijk een, uh, misschien een bear market rally wordt het. Uh, ik geloof nog niet dat we de echte signalen op de grafiek ook hebben gezien. Dat we hier een bodem hebben. Maar goed, het is mogelijk. En dit zijn trouwens ook geruchten. Hè? En dan komt dat, uh, dat zinnetje weer tevoorschijn. Buy the rumor, sell the news. Dus. Uh, we gaan het zien. Het is nu in ieder geval nog een gerucht. Niemand die het zeker weet. En we weten dus op 2 november. Dan is de Fed weer aan het woord. En gaan zij laten weten wat voor renteverhogingen zij gaan geven. Dus het blijft ook hier afwachten. En voor de rest houden we gewoon dus de grafiek in de gaten voor wat de plannen zijn. En als we kijken naar 2 november, dan is nog steeds meer dan 90% ervan overtuigd dat we 75 basispunten gaan krijgen. Dit was iets hoger zelfs, maar dat is dus afgenomen. Dus sommigen zitten nu in het 50 basispunten kamp, maar de meesten nog steeds in de 75 basispunten. Voor december is dat wel veranderd, dus heel veel mensen die hadden eigenlijk, een, volgens mij is dat deze, 75 basispunten verwacht. Maar je ziet dus dat inmiddels 50 basispunten en zelfs 25 basispunten steeds meer aan populariteit wint. Dus dit is zeg maar dat stukje, hè. we gaan misschien een vet pivot krijgen. Ze gaan de verdere rentes dus, uh, langzaam omhoog uh, uh, doen. Dus daarom zagen we volgende week vrijdag, in mijn ogen, in ieder geval meer groen. Goed, en ik had het ook over de dollar reversal. Die ben ik vergeten vorige week mee te nemen, dus daar gaan we nu mee beginnen. Um, de wekelijkse, dus we hebben hier eigenlijk even kijken. Hè, we hebben hier een high gemaakt, we hebben hier een low gemaakt in de week daarna. En we maken nu potentieel ook een low high ten opzichte van de vorige high. En. Um, om deze downtrend te bevestigen, moeten we de low hier breken rond de 110. En zolang we dat niet doen, kan dit ook gewoon consolidatie zijn voor de volgende beweging. En nogmaals, mijn target staat eigenlijk bij 120. En dan ga je dus uh, heel ver terug. Hè. Dan ga je terug naar 2000 en 1. En ja, dus is hier er een reversal voor de dollar? Nou, in mijn ogen nog niet in ieder geval. Um, wat we gewoon meer nodig hebben is data. We moeten het gewoon nog even afwachten. En we zitten hier gewoon nog steeds in een parabolische beweging omhoog. Dit ziet er niet uit als een blow of top alsof, uh, of als een, uh, een einde aan deze parabolische beweging. Ook hier de 12 hiermee blijft gewoon support. Dus ook hè, 110 en die 12 hiermee, zolang we daar boven blijven, moeten we verwachten dat de koers van de dollar verder gaat naar boven. En deze had ik ook vorige week gedeeld, en dat is ook waarom we op een gegeven moment zwakte zagen in de koersen van uh, Bitcoin en de SP 500. Dan zie je dus een mooie falling wedge, die is naar uitgebroken. Heeft hier ook uh, zijn technische target behaald aan de bovenkant, is daarna keihard omgekeerd en zit nu onder deze consolidatiefase. Dus, best case scenario is dus als we deze consolidatie, uh, hè, deze twee blauwe lijnen, dat we die hier nu we zijn ondergebroken. Hebben het hier bearish afgewezen? Vooralsnog, in ieder geval. Dat we dat nu doorzetten. De 200 moving average verliezen. Doorgaan naar de 111. Technische target zou hier liggen rond 107. Dus dat is het meest positieve scenario. Maar de must break de um, must-hold support voor de dollar, die zit dus hier rond de 109 sorry 110. Daar moeten we dus uh, onder zien te komen in de komende dagen slash weken, als we meer bullish willen zijn voor Bitcoin en S&P 500. En zolang dat niet gebeurt en we blijven boven dit niveau hier, ja dan, uh, he, zelfs als dit hier doorzet, kan je nog een mooie reversal krijgen eigenlijk. Ehm... Um, ja, en dit, deze reversal dat zag, was vorige week vrijdag. Dat was over die Fed Pivot, onder andere. Dus dat zorgde voor meer groen in de SP 500 en de andere markten, zoals Bitcoin. Als we kijken naar de S&P 500, dan zien we dus dat op de 200-wekelijkse moving average is hij gesloten vorige week boven de of eigenlijk net op net onder de 200-wekelijkse moving average. En een kleine of tenminste een redelijke wikte onder En nu zagen we vorige week dus eigenlijk een bullish engulfing candlestick. En die is op de S&P 500 futures wat duidelijker. Even dit eraf, hè. dus een mooie bullish engulfing candlestick. En over het algemeen suggereert dit dus meer groen. Dus het zou kunnen dat we deze week wat meer groen zien. Zeker als de cijfers meevallen voor uh, de grote jongens hè, met een earningsseizoen. En waar ik zelf eigenlijk het meest op let, dezelfde, dus of trouwens ook vorige week nog een rising match, die brak naar beneden uit op support door naar boven. Hè, op, die FED, eh, op het nieuws van dat vet, of de geruchten in ieder geval. En waar ik nu dus in ieder geval naar kijk, is dat we inderdaad potentieel hoger zouden kunnen gaan vanwege die bullish engulfing candlestick. Maar de vraag is hoe hoog? En ik kijk vooral dus eigenlijk hier naar de, eh, van de swing high naar de swing low, kijk ik hier naar de zijwaartse. Nou, het is niet een zijwaarts, het is eigenlijk een support, uh, wat eerder support was. Dat is een sterkere weerstand op dit oog, of op dit punt. Hè? En dat valt ook nog eens samen met de golden pocket. Dus als we hier verder omhoog gaan, dan zou ik even goed opletten hier rond de 38.76 tot 3900. Ook daar uh, vinden we de 200 moving average van de 4 uur. Dus dit is een uh, punt, als we daar komen, waarbij we een reversal zouden kunnen gaan krijgen. Um, en dat zal uh, voor Bitcoin, uh, ja, kan dat rond 21.000 dollar zijn, dat moeten we even gaan bekijken op de lagere timeframes, ook op uh, Bitcoin in ieder geval. Dus het wordt een interessante week in ieder geval. Um, en, en de afgelopen weken zei ik... Uh, volatiliteit neemt af, grotere bewegingen op komst. Uh, Bitcoin naar de capitulatiefase. beide hebben in mijn ogen nog niet gehad. Er is wel wat volatiliteit geweest. Maar als we kijken naar Bitcoin beweegt het eigenlijk gewoon zijwaarts. Hè? Dus als we kijken naar de wekelijkse, haalde even alles af. Ja, dit is gewoon zijwaarts. Er gebeurt niks. Het is nog steeds die stilte voor de storm. Ik geloof nog steeds overigens dat we capitulatie krijgen... waarbij we nog wel een beweging omhoog zouden kunnen krijgen... Hè? richting de 21 tot Misschien 22,5. Voordat we um, ja, dus doorgaan naar mijn main target op de 12.500. En mijn targetzone zit tussen de 14.000 en 10.000 dollar. En op de wekelijkse, als we daar nog even naar kijken. Uh, even iets inzoomen. Ja, de, de candlestick van vorige week. Het lijkt meer op een hanging man candlestick voor Bitcoin. En dat is een bearish candlestick. Maar goed, het is hier vooral zijwaarts. Hè? Dus het is volatiel op de lagere timeframes. Maar op de hogere timeframes gebeurt er niks. En moeten we gewoon wachten totdat er echt iets gaat gebeuren. Zolang we onder de 200 wekelijkse moving average zitten, de 23.800, moeten we de bearish pet op hebben. En zodra we de support verliezen op de 18.200, ongeveer 18.500 op de lagere timeframes, ja, dan kunnen we een diepere uh, pullback naar beneden verwachten. En de belangrijke data voor de komende weken zijn ook, hè, dus volgende week is de FOMC meeting, dan gaan ze dus laten weten wat ze met de Fed -rente gaan doen. Gaan ze die volgen langzamer omhoog, of gaan ze hem verlagen? November 8, de US midterm election. En november 10 uh, is er weer CPI-data. Dus deze week, volgende week, wordt weer dolle pret, jongens en meiden. De futures grafiek. Er is een gap ontstaan. Een wat grotere gap dan dat we voorheen hebben gezien. Overigens zagen we ook dus een mooie zondagpump. Ze zijn niet te vertrouwen. Um, dus elke zondag, als je erachter zit en je ziet een mooie groene candles... en de je denkt, hé, hey, ik moet long gaan. Nou, ten eerste begin je al fout, want je... Je, je bent aan het instappen op je emoties. Dus je ziet groen. Maar twee uh, zondagpumps zijn niet te vertrouwen. En er is een wat grotere gap ontstaan ten opzichte van vorige weken. Tussen de 19195 en de 1974. Het is al bijna grotendeels gesloten. Maar moet nog een klein stuk. Dan Bitcoin op de daily. En uh, ook hier blijft gewoon. Um, hè, het is zijwaarts. Dat zie je eigenlijk ook al. Hè? Dus we zitten hier zijwaarts tussen de 25 en de 17,5. Al sinds. Juni. Hè? Dus dat is al 3, 4, 5 maanden. En we zitten de laatste weken wat meer zijwaarts tussen de 19.600 en de 18.600 ongeveer. Dus hè, hier zitten we eigenlijk al een paar weken in. Um, ja, zolang dat niet breekt, kunnen we meer. Zijwaartse actie verwachten en mijn meest eh, waarschijnlijke optie is nog steeds dat eh, we de stoplossers hier in ieder geval wellicht ook hier eruit gaan halen. Eh, dus dat we in die oranje box komen richting de 100 moving average op de daily. Eh, even alles eraf dan zie je die lijn ook. Eh, deze paarse lijn. Rond de 21.000 dollar. Dat zie ik nog gebeuren. Uh, eventueel pakken we nog die rond de 22.500 en de 21.900. Dus de meest waarschijnlijke optie voor mij nog steeds is deze oranje lijn. Hè. Dus eventueel hierheen, misschien hierheen. Om vervolgens daarna om te keren. Hier, je kunt ervan uitgaan, hè. dat zien we ook op de heatmaps, uh, wat ik in de Discord groep deel. Hier zitten een heleboel stoplossers en hoe dan ook, hè, zelfs als dit de bodem is, dan nog zou je dus um, verwachten dat ze op zijn minst die 17,5 gaan breken en misschien richting die 16 gaan. En dat zou het meest bullish geval zijn. Hè. Dit zou dan eigenlijk een soort van um, wik of accumulatie zijn. De spring die je daarin vindt voordat de koers dus eigenlijk omkeert. Maar goed, um, dat is nog even afwachten. We zitten hier zijwaarts. Oranje blijft voor mij het meest waarschijnlijke. Groen is hier mogelijkheid, maar nogmaals. Niet bullish totdat we de 200 wekelijkse moving average breken, support maken en dan zit je rond de 23.700. Kan zijn dat die net iets uh, veranderd is daarop. Uh, maar zolang dit niet gebeurt, ja, bearish pet ophouden. Oranje is het meest waarschijnlijke. En in dit geval kan het dus ook zijn dat we um, gewoon rood krijgen. Uh, dus daarop moet je ook voorbereid zijn. Als we die 18.500, 600 breken, um, bearish afwijzing, dan door naar 1600 en ook de volgende targets. 1600, 16.000 bedoel ik. En dan de volgende targets tussen de 10.000 en 14.000. Maar hier is het gewoon zijwaarts. We hebben wel deze neerwaartse lijn doorbroken. Maar um, he, daar zijn we weer afgewezen op de 19.600. En vrijdag was het heel eventjes een beetje spannend. Toen hadden we deze WIK weer. Hè? Die had deze stoplossers gepakt. En daarna kreeg je weer de beweging omhoog. En dat is ook een beweging waar ik op zat te wachten um, om een long te starten. Maar die gaan we zo direct bekijken op de lagere timeframes. Wil je zelf ook leren traden en al die dingen uh, leren? Dan kun je in ieder geval starten met de gratis kennismakingscursus. Je leert wat traden is en wat je ervan kunt verwachten. En als je meer wilt leren, je eigen analyses maken, kun je natuurlijk handelen en cryptocurrencies deel 1 doen. Short gaan, long gaan, zoals Shanti. En uh, weet hoe dat moet uh, zonder dat je je vingers brandt. Leer je allemaal deel 2. En je kunt natuurlijk ook gewoon een weekje meekijken voor 5 euro. In de premium Discord-groep uh, voor een proefweek. FTX is de beurs waar ik het meest trade. Daar kun je dus ook. Um, Rest bovenin een review van vinden met een referral link. Waarbij je 5% korting krijgt op je trading fees voor de rest van je leven. Hele fijne beurs om te gebruiken in ieder geval. En nog even een shout-out naar de Bitcoin webshop van Nederland. Met allemaal toffe Bitcoin producten. Ook de Bitcoin 100k bubbels, die heb ik ook nog liggen. Um, maar die, uh, maar hopelijk is die nog goed als ze daar komen. En nog toffe Bitcoin chocola voor kerst. Kerst, Sinterklaas natuurlijk. En dit is de trade die ik dus op 20 oktober deelde in de Premium Discord groep. Waarbij ik toch verwachtte dat we hè, die wik hier naar beneden zouden krijgen. Um, ik had hem eigenlijk wat dieper verwacht. Dus ik, niet al mijn orders ge zijn gevuld. Ik hoop dat we nog wat dieper kunnen. Uh, maar dat is gewoon even afwachten. En even dit weghalen hier. En dus dat was deze trade. Waarbij we dus eigenlijk een groot deel van deze wik zouden moeten vullen in deze groene box. Die is uh, alleen met deze wik uh, gepakt. En daarna is de koers weer omhoog geschoten. Um, even kijken. Dus dat er even af. En overigens ook, he, nogmaals, die zondagpump. Ja, het is niet te vertrouwen. Hier ook zagen we een zondagpump. Alles werd teruggegeven. Maandag werd daarna wel weer groen. Dus als afwachten wat we deze week gaan doen. Als we even uh, de analyse erbij pakken. Die ik dus ook vanochtend deelde in de premium Discord-groep. We zien hier het volgende in ieder geval. We zien hier een low. We zien hier een high. We zien hier potentieel een high-low. Die lijkt nu support te houden van de 4 uur 200 moving average. En de, support, de horizontale support op 19.300. We weten dus dat die gap er nog wel is hier. Tot aan de 19.200. Dus we zouden nog iets te onder kunnen schieten. Voordat we een hogere beweging of een grotere beweging omhoog maken. Want er is hier de potentie om een 4 uur up chun te hebben. We hebben hier een low, een high. Potentieel. Er moet nog gevonden worden: een high-low. En dan ben ik dus op zoek naar een high-high. En we weten um, op basis van de liquidatiemaps dat hier zitten nog uh, redelijk wat stoplossers hier. Uh, dus die zouden gehunt kunnen worden om vervolgens daarna pas um, een grote deel van deze wik te vullen hier. En ook deze wik. Dus ook hier de liquiditeit pakken in deze witte balk rond 18.500. En dit is gewoon een scenario. Ik heb geen idee natuurlijk of dit zo gaat gebeuren. Maar dat betekent gewoon eh, als we dat krijgen. Hier zou ik op zoek gaan naar shorts. Als we hier bearish afwijzen. Komen we boven die 19.600 of 19.800 eigenlijk ongeveer um, en we maken dat support zoals deze lijn, ja, dan is dat gewoon een long. Dat is prima. He, en um, ik heb niet heel veel interesse om hier long te pakken. Nogmaals, he, in deze groene balk hier, in deze zone ben ik al long gegaan. Dus dat is gewoon even afwachten wat de koersen gaan doen. En als we hier dus komen, bearish afwijzing, een short he, richting uh, de 18.500 en wellicht de 18.400, waar de liquiditeit zit. Uh, komen hierboven, dan is het een long richting de 25 en de 21.000 dollar. Het is hier nu eventjes afwachten wat de koersen gaan doen. Um, en dat is dus gewoon even afwachten. Dus dat voor bitcoin in ieder geval. En als we kijken naar Ethereum. Dus hier was ook consolidatie. Hè? De koers maakt eigenlijk wel high los afgezien van deze um, ja, uitschieter, eigenlijk in de data. Uh, lower highs. En ik had hier eigenlijk verwacht dat we naar beneden zouden gaan. Verder naar beneden zouden gaan. Naar de groene box. Uh, Bitcoin die deed dat wel. Maar Ethereum is gewoon net wat uh, sterker. Dus daar heb ik geen long gevuld. Is ook helemaal niet erg. Het is gewoon wachten op de nieuwe trade die zal gaan komen. En daarbij kijk ik naar deze consolidatie. Dus als we hier een mooie hertest kunnen krijgen van uh, deze neerwaartse lijn. Waarbij Bitcoin dus teruggaat naar de 19.200 om de futures cap te vullen. Dan zou ik kunnen kijken. Hè, als we hier een bounce krijgen voor een long richting de volgende week. 1420 eh, en 1380 en als we weer onder deze neerwaartslijn lijn komen dat bearish afwijzen ja dan kijk ik voor een short richting de 1240 en de 1264 en als we even uitzoomen voor ethereum dan zie je eigenlijk ook, eh, ook hier is, is het gewoon zijwaarts de belangrijkste support is rond de 1240 tot 1260 de weerstand zit op 1380 tot 1420 wat betekent eh, als we er naar kijken dit is gewoon zijwaarts. Het is een, een range. Pas als we dit breken, kunnen we boelig zijn. He, dan kijk ik eventueel naar de Golden Pocket, die op de 1580 tot 1570. Mogelijk zelfs de 1700, maar dat is afwachten natuurlijk. En als we deze losbreken, um, afwijzen, dan kijk ik dus naar de volgende targets: 1000 en de 830. Om deze head and shoulders met deze target dus verder door te zetten. Bearish Pet blijft op. Um, totdat we bijvoorbeeld op Bitcoin boven de 200 wekelijkse moving average komen. En voor uh, Ethereum eigenlijk ook. Al zitten we daar nog boven, dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Nou, daar zitten we eigenlijk nog boven. Dus Ethereum is wat dat betreft beduidend sterker. Goed, dat was het voor deze video in ieder geval. Hoop dat jullie er wat aan hebben. Um, ik zou zeggen happy trading, een hele fijne dag en tot de volgende video.